Goedenavond iedereen, hier ben ik weer, Miss Don't Go Dutch. Welkom op deze kanaal weer en leuk dat jullie weer mijn verhaaltje weer komen bekijken. Dames, ik heb een nieuw onderwerp. Vandaag gaan we het hebben over logica boven emoties. Waarom wil ik dit benoemen? Ik wil mijn lifestyle met jullie in fases uitleggen over hoe je uiteindelijk de trophy wife kan zijn. Of in ieder geval de vrouw zijn waar een man helemaal wild van wordt en die jou waardig genoeg vindt om jou te willen onderhouden. Ongeacht of jullie nou getrouwd zijn of dat je in je eigen huis woont en jullie doen een latrelatie. Hij moet zien dat jij de prijs bent, dat jij het waard bent om onderhouden te worden, om leuke dingen met jou te doen, om jou op die voetstuk te zetten. Oké, dames? Maar voordat die man dit voor jou gaat doen, moeten wij hier mentaal moeten wij uplevelen. We moeten veranderen hier. Onze mentale denkstijl moet totaal veranderen. Het kan niet meer zo zijn als hoe je normaal gesproken deed. Want laten we eerlijk zijn, als dat allemaal goed zou gaan, dan zouden we hier nou niet zijn op deze kanaal. Oké? En weet je, ik ben nu 33 jaar en ook ik leer iedere dag weer hoe ik mezelf kan verbeteren. Dus dit is een lifestyle dat niet vandaag of morgen gestopt is. Dit is een lifestyle dat iedere dag moet je jezelf verbeteren, jezelf verder uitdagen, nieuwe dingen leren, jezelf onder controle te houden. Dames, laat me jullie vertellen. In deze lifestyle moet je leren om zelfbeheersing te hebben. Dit is zo super belangrijk. Want als je niet aan zelfbeheersing doet, lieve schatten, dan kan je ook niet een man beheersen. Wij kunnen mannen niet beheersen. We kunnen niet hun daden beheersen. Maar het enige wat we wel kunnen doen, is hoe wij reageren op dingen beheersen. En als wij onszelf onder controle hebben, automatisch volgt die man ook, oké? Omdat jij laat zien dat je anders bent dan andere vrouwen. En omdat jij anders bent dan andere vrouwen, moet jij ook reageren op een andere manier dan andere vrouwen. Want alleen door middel van je daden laat je zien wie je bent, oké? Niet door woorden, maar door daden. Wat bedoel ik hiermee? Wat ik hiermee bedoel is dat als jij je emoties opzij kan zetten en deze datingstijl nu kan zien als een zakenrelatie, dan gaat jouw manier van denken en anticiperen ook veranderen. Dus dan praat je niet meer vanuit je emotie, vanuit je gevoel, vanuit frustratie, vanuit verliefdheid. Nee, hoe jij nu reageert is strategisch, want dat is waar we naartoe willen. We willen van emotionele, romantisch daten naar strategisch daten. Dames, laat me jullie vertellen. De doelgroep waar ik het nu over heb, over welvarende mannen, hè, ambitieuze, alpha mannen. Over dit soort type mannen hebben we het hier over. Dit soort mannen vallen niet op standaard vrouw, oké? Van een standaard vrouw, Becky on the next side van de street, hebben we al 10.000. Jij bent de prijs, jij bent die trofievrouw. Dus jij moet anders reageren. Jouw denkstijl moet anders zijn. Dus hoe jij normaal gesproken op al je exen hebt gereageerd, gooi dat maar in de prullenbak, werkt niet, oké? Want dit is een andere type man. En met een andere type man heb je een andere stijl nodig van bejegening. Oké, punt 1. Punt 1 is, zorg dat je een man uitzoekt die jou leuker vindt dan jij hem. Dat is de nummer 1 regel wat super belangrijk is. Als jij achter een man aan zit waarvan jij hem leuker vindt dan hij jou, dan tel alle rest regels wat ik hierna ga vertellen, kan je hem gewoon van de man gooien, want het gaat gewoon nergens over, eerlijk. Die man moet jou leuker vinden dan jou. Met andere woorden, wat bedoel ik daarmee? Hij moet echt achter jou actief aanzitten. Iedere dag jou bellen, appen, met je willen afspreken, dat soort dingen. En hoe wij daarop reageren is dat wij altijd zorgen dat hij als eerst contact zoekt met jou en nooit andersom. Punt 1. Dat is al beheersing. Hoe leuk je hem ook vindt. Punt 2. Je moet nooit een man zoeken die jij lichamelijk aantrekkelijk vindt. Dat gaat ook niet werken. Want dan wordt die KitKat van jou wordt nattig. En als die nattig wordt, dan schakelt dit uit en dat gaat aan. Werkt niet. Na de tweede week of na de eerste week lig je plat, dan is de game al verloren. De spel gaat juist om
dat jij zo lang mogelijk seks uitstelt. Jij moet zo communiceren met een man op een sensuele manier, dat hij eigenlijk al voelt dat hij met je aan het vrijen is, zonder dat je daadwerkelijk elkaar aanraakt. Je moet een bepaalde connectie hebben met die persoon. En dat doe je door middel hoe je je gedraagt. Oké? Als je niet weet wat ik daarmee bedoel, gedraag je super vrouwelijk. Oké? Kijk naar de filmpjes van Malin Moreau. Kijk naar de filmpjes van Dita von Dies. Dat zijn van die typische vrouwen waarvan ik echt zeg, kijk nou eventjes hoe ze zich gedragen. Jij bent de prijs, dames. De mannen die vechten en doen moeite om jou. Mannen werken hard. Deze alfamannen, ja, die leidermannen, werken super hard, niet voor zichzelf. Ze werken hard omdat ze die vrouw willen zoeken aan wie ze alles willen geven. Dus gedraag je dan ook als die prijs. Aan wie hij heel erg zijn best voor wil doen om te verwennen. Oké? Oké. Dus hij zoekt altijd eerst contact op met jou. Als jij contact opzoekt met hem, of tenminste, als jij reageert op zijn contact, laat ik het zo zeggen, hou het kort. Ga niet de hele tijd met hem appen, wees niet continu beschikbaar. Maar als je contact met hem hebt, zorg maar dat het niet langer is dan 5 of 3 minuten, oké? Als hij je belt, na 5 minuten hang je op, want jij hebt andere dingen te doen, oké? Je hoeft niet te zeggen dat je met andere mannen bezig bent, want dat is niet aantrekkelijk, het is niet ladylike, het is niet vrouwelijk. Hou je mond, weet je? Je zit nog niet in relatie, ook, weet je, hij hoeft dat gewoon niet te weten. Jij bent gewoon bezig met werken, je moet voor de kinderen, of nou, niet voor je kinderen zorgen, maar je gaat voor, je weet voor wie dan ook zorgen. En zeg niet dat je kinderen, ook al heb je kinderen, zeg niet wanneer je met een man date dat je kinderen hebt. Het gaat hem niks aan, dames. Dit is ook iets waar we onszelf in moeten beheersen. Wij vrouwen zijn altijd zo open en eerlijk en we houden zielsveel van onze kinderen. En wat vertellen we op een eerste date of wanneer we een man leren kennen online? Ja, de man vraagt, heb je kinderen? Want de man vraagt het uit met een reden, hè? Ze vragen het niet omdat ze geïnteresseerd daarin zijn. Nee, ze vragen het met de reden. En je weet niet wat die reden is. Sommige mannen vragen het omdat ze willen weten, oké, wat is de kostenplaatje dat het mij gaat kosten? Waarom moet ik niet alleen jou uiteindelijk onderhouden, maar ook je kinderen? 1. Sommige mannen zitten niet te wachten op een vrouw met kinderen. Die zien jou gewoon aan dan als een vrouw die wanhopig is op zoek naar een andere man. En die gaan jou dus anders behandelen dan een vrouw zonder kinderen. Of je hebt natuurlijk ook mannen die gewoon pedofiel zijn. Hey, we leven in 2020. Laten we hierover praten. Deze dingen gebeuren. En het gebeurt vandaag de dag dat er mannen actief zijn naar vrouwen. Vooral alleenstaande vrouwen. Die kinderen hebben. Weet je? En als jij jonge kinderen hebt, of tieners, of wat dan ook wat voor kinderen je hebt. En dit is een man die een pedofiel is en die aast op jouw kinderen. Omdat jij je foto's online hebt geplaatst of je hebt foto's naar hem toegestuurd. En hij denkt van, hey, dit vind ik een hele leuke kind. Misschien wil hij je kind misschien misbruiken. Of hij zit in een netwerk met kinderhandelaren en wil hij je kind doorverkopen. Dames, ik weet dat dit een heel extreem geval is. Maar laten we niet naïef zijn. Dit soort type mannen bestaan. Oké? Die bestaan, geloof me. Ik kom met een achtergrond waarin ik heel veel jongeren heb geholpen. En ik heb te veel gezien met mensenhandelaren. Dus dit is gewoon, dit gebeurt niet alleen in de Filipijnen of in Afrika. Dames, dit gebeurt ook in Nederland, oké? Ook in Nederland. We moeten dit echt serieus nemen. Dus dames, op een eerste date, wanneer je man de eerste maand leert kennen, hij hoeft niet te weten dat je kinderen hebt. De tweede maand ook niet. Een man hoeft pas te weten dat jij een moeder bent, ja? Op het moment wanneer hij vraagt om een relatie met jou. Als hij echt, en hij laat het ook echt zien. Het is niet alleen van, ik wil een relatie met jou. En hij zegt dan de eerste week, ik hou van je. Want dat is een rode vlag, ren weg. Dat is onzin. Maar als een man jou dagelijks echt gewoon, weet je wel, achtervolgt. Hij plant iedere dag wat, of wekelijks iets met je. Hij komt echt zijn beloftes na. Hij wil je echt onderhouden en al die dingen. Dan hoef je dit soort dingen maar niet te vertellen. Pas wanneer hij je relatie vraagt en weet toch, jullie hebben wat mee afgesproken en jouw gevoel zegt, hey, dit zit oké, dan pas zeg je dat je moeder bent. En als hij aan jou gaat vragen van, hey, ik voel me nou een beetje besodemieterd,
Want je hebt me niet gewoon gelijk verteld dat je een kind had. Want sommige mannen kunnen daarvan afknappen, nogmaals. Maar nu heb je hem al zoveel tijd gegeven om jou leuk te vinden dat hij dit nu ziet als een bijzaak. Oké? Okay? En sommige mannen kunnen echt gepikeerd hierdoor raken. Want die hebben echt zoiets van, hé, je had me dit gewoon moeten vertellen. Ze hebben echt van die mannen die van principes zijn. Dan zeg je gewoon heel duidelijk, lieve schat, ik kende je nog niet. En ik wilde mijn kinderen niet blootstellen aan een man die ik nog niet ken. Je kan altijd aangeven van, hé, ik heb te veel gezien om me heen. Hoe kinderen zijn misbruikt of slecht zijn behandeld. Of noem gewoon iets. Lieg gewoon, want hey, mannen liegen ook, oké? Zeg gewoon dat je een heel beschermende moeder bent. En je bent voorzichtig en je wilt je kind niet aan iedereen blootstellen die je net 1 seconde kent, oké? Dat zo, als je zulke beredeneringen uitlegt aan een man, dan begrijpen ze dat ook, weet je wel? Want je bent, dat laat gewoon zien hoe je je kinderen beschermt, hè? Dat laat ook wat van jou zien. Dit is heel belangrijk. Als je dus met iemand afspreekt, ga je dus naar mooie restaurants, chique sterrenrestaurants, culinair eten, dames. We gaan niet naar een gewone brasserie, nee, we gaan culinair eten, oké? Zelfbeheersing is ook wanneer een man met jou dus op een date zit en hij wil je heel erg aanraken. Kijk, jij moet kijken wat voor jou fijn voelt, oké? Maar je moet wel grenzen stellen. Als een man je op een eerste date wilt kussen, nee. En reageer dan ook echt gechoqueerd, weet je wel? En echt beledigd, zo van, oh, wat doe je nou? Ik kan niet verwachten dat jij zulke dingen zou doen zo op een eerste date. Oh, en dan moet je echt beledigd klinken en overkomen. En echt in je gezichtsuitlaat en in je lichaam staat echt van, oh, schatje, ik vind het best wel eng als je dat zo doet. Ja, dat had ik helemaal niet verwacht, weet je. Dit is pas een eerste date en ik wil je beter leren kennen. En ik dacht ook dat je me beter wilde leren kennen. En ik verlang ook wel naar jou, maar ik wil even mijn tijd nemen om je beter te leren kennen. Oké? Okay? Superbelangrijk. Dus heb grenzen wanneer je met elkaar date. Hij mag, als je je er goed bij voelt, je armen aanraken. Ja, dat is helemaal niet erg. Hij kan je rug aanraken, maar hij hoeft niet aan je kont te zitten. Hij hoeft niet tussen je benen met zijn handen of je gelijk te zoenen. Dit zijn 3 plekken wat gewoon een no-go is voor een eerste date. Sorry. Eigenlijk voor de eerste maand, oké? Okay? Dat is gewoon van, je moet het zo zien. Het datingsproces en die man moet je zien als een zaak. Dus hij is een klant van jou. En met klant bedoel ik, hè, en, laten we zeggen, een opdrachtgever. Jij bent die ZZP, je bent een zelfstandige vrouw. En hij is een klant bij wie jij, met wie jij wil gaan werken. Oké? En deze hele omgang met elkaar is een zakelijk contact. Als je het op die manier benadert, dan heb je meer zelfbeheersing. Want nu ga je niet vanuit je emoties reageren, maar je gaat het strategisch. Je gaat strategisch reageren. Je gaat bij elke stap die je maakt nadenken, 10 stappen vooruit van, als ik deze stap nu maak, hoe gaat dit dan in de verdere relatie tussen jou en die persoon? Zo moet je beredeneren. Ga nooit vanuit emotie. Als je voelt dat je emotie verliest, neem even tijd voor jezelf. Loop even naar de wc. Ga eventjes afkoelen. Ga een rondje lopen als je thuis bent. Doe muziek op. Doe iets. Maar je moet jezelf echt kalm maken voordat je weer reageert op iets wat je gepikeerd, waardoor je gepikeerd raakt. Of dat je juist super leuk vindt. Als hij juist zoiets heeft van, weet je, als hij juist met iets komt, hij wil je met een helikopter ergens naartoe brengen. Dan moet je alsnog de kunst hebben en de beheersing hebben om niet al te enthousiast te reageren. Wel enthousiast van, oh schatje, je bent geweldig. Maar niet de focus leggen op het materie wat hij voor je doet. Maar meer leggen op de gebaar wat hij naar jou brengt. Want dames, het verschil zit het in. Als je je focus op de materie wat hij je geeft, dan kom je over als een gold digger. Niet dat het zo erg is, maar weet je toch, in deze tijd is het een compliment. Betere gold digger dan een slet, oké? Maar zo willen we niet overkomen, hè? We zijn nog steeds vrouwelijk, onschuldig, oké?
Dus je focus op het gebaar van een man, want dat is netjes. Schat, dank je wel dat je mij wil meenemen op een helikopterreis. Ik waardeer echt dat je dit voor me doet, weet je wel? En je complimenteert hem op hem, maar niet op de helikopter. Je gaat niet als een wanhopige Pik Misha, als hoe ik dat noem. Kijk maar naar mijn filmpje De Type Vrouwen, wat ik al eerder heb gepost. Je gaat niet als een Pik Misha lopen reageren en zeggen van, oh my god, dit heeft geen enkele man voor mij gedaan. Ik ben nog nooit in een helikopter geweest. Oh, dat is zo geweldig. Oh. Helemaal zo reageren. Want als je zo reageert, dan weet die man dat je niks gewend bent. En jij moet juist overkomen alsof je heel wat gewend bent. Ook al ben je niks gewend, zo moet je overkomen dat je dat al gewend bent. Dit is een standaard wat normaal is in jouw leven. En je doet gewoon, oh, wat fijn. Oh, het is gezellig dat we een vliegreis kunnen maken. Ik waardeer echt de moeite en de tijd dat je in deze relatie insteekt. En dat je indruk op me wil maken. En ik waardeer het. Wanneer zullen we afspreken dan? Snap je het verschil? Maar dan weet de man, oké, zij is nu gefocust op mij. En niet op op materie. Wat ook super belangrijk is, is dat jij als vrouw al moet weten dat deze man niet per se monogaam is, oké? Dat moeten we ook even heel duidelijk stellen. Want er zijn heel wat vrouwen die net met een man daten en al gelijk ervan uitgaan dat deze man monogaam aan ze is en dat ze al in een relatie zitten. Dames, alpha mannen hebben heel veel keuzes. Ja, we zijn speciaal. Ja, we zijn de prijs. Dat allemaal. Maar dat betekent niet dat jij de enigste vrouw bent op de wereld. Laten we gewoon realistisch zijn. Er bestaan meer vrouwen op deze aardbol dan dat er mannen bestaan. Dus mannen hebben gewoon heel veel keus. En een alpha man die heel erg ervarend is, ambitieus is, gedreven is, geloof me. Hij hoeft niet mama's mooiste te zijn, maar hij kan het een en ander wel veroorloven. Oké? En als hij het een en ander kan veroorloven, moet je dat wel in gedachten houden. Ik zeg niet dat je dan wanhopig moet zijn en dat je hem altijd zijn zin moet geven. Want de kunst is hem juist dat om hem niet zijn zin te geven, ja, want hij gaat toch achter je aankomen. Want als hij seks wil, kan hij gewoon naar een bordeel gaan voor 50 euro en hij kan gewoon zijn ding doen. Maar hij wil niet die climax hebben, hij wil de climax met jou hebben. En daar zit het verschil in. Als jij zo sensueel en zo vrouwelijk en zo schattig met de man kan overkomen, dan is dat wat hem al trekt naar jou toe. Dat is wat ze fijn vindt. En dat gebeuren, dat gevoel, moet je proberen zo lang mogelijk vol te houden. Dames, minimaal een maand, oké? Probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Geen seks. Hoe langer je de seks uitstelt, hoe meer hij emotioneel aan jou verbindt. Want mannen verbinden zich niet op seksueel. Want een man verbindt zich op financieel gebied met jou. Oké? Als een man aan zichzelf merkt dat hij heel veel centjes aan jou spendeert, dan merkt hij aan zichzelf van, hey, ik denk dat ik deze meisje echt leuk vind, want kijk wat voor moeite ik doe. Want die mannen moeten keihard werken voor hun centen. En als ze die centen aan jou uitgeven, dan merken ze dat ze zelf de beheersing verliezen. En dat jij in control bent. Jij bent in controle. Jij bent degene die de touwtjes in de handen hebt. Jij bent degene die bepaalt. Dat, zo moet het zijn. Dat is die gedachtegang en de energiewisseling wat je moet hebben. Jij bepaalt altijd wat jij bent de prijs. Hij doet wat jij zegt. Maar we zijn niet heel direct. We gaan niet aan man zeggen wat hij moet doen. Oh nee, dames. Nee. Want we gaan geen onafhankelijke dame de Bob de beelden uithangen, oké? Nee, want we zijn niet afhankelijk. We zijn niet onafhankelijk. Wij zijn afhankelijk van hem. Wij proberen afhankelijk te worden van een man. Oké, niet letterlijk afhankelijk. Want je zorgt altijd dat je, weet je toch, een andere inkomen hebt. Maar dat is iets wat hij niet hoeft te weten. Oké? Maar in een mans ogen moet jij zo afhankelijk en naïef en heel timide overkomen. Want je wil dat hij jouw held is, dames. En kijk, in de maatschappij van nu probeert de vrouwen nu mannen te maken. We moeten nou met spijkerbroeken lopen. We moeten nu heel assertief zijn op ons werk. We moeten ook carrière hebben. En we moeten zoveel geld verdienen. We moeten gelijk staan aan de man. En dames,
We leven nou eenmaal in de mannenwereld. Hoe je het nou wendt of keert. Hoe goed de emancipatie ook is. En hoe de feministische beweging ook zijn best heeft gedaan. We leven nog steeds vandaag de dag in de mannenwereld. De man verdient nog steeds meer dan de vrouw vandaag de dag. Ook al heb je dezelfde functie. Een vrouw moet nog steeds vandaag de dag harder werken dan een man. Dus, wat ik daarmee wil zeggen, is van, dat werkt in ons voordeel. Het werkt in ons voordeel, oké? Okay? En daardoor, als wij ons dan opstellen als een zelfbeheersende, afhankelijke vrouw, dan voelt een man zich ook verantwoordelijk voor jou. En dan wil hij jou onderhouden. Dan wil hij zorgen dat je beschermd bent. Dan wil hij zorgen altijd voor jou, voor je kinderen. En hij wil jou vooral bij zich hebben, want hij wil jou uit alle macht beschermen. Weet je? Hij wil jou beschermen, dames. Maak daar gebruik van. Dat is geweldig. Zulke mannen, ze bestaan nog steeds. En dames, het is een heerlijk gevoel als een man voor jou wilt zorgen. Hij wilt al jouw stress ontnemen. Hij wilt gewoon dat jij lekker thuis bent en je bezighoudt met de hobby's wat jij leuk vindt om te doen. Of vind jij het leuk om lekker creatief bezig te zijn en met schilderen? Ga dat lekker doen en probeer jouw schilderwerk te verkopen. En die centjes hou jij in je eigen zak. Die man hoeft niet te weten wat je verdient. Zeg gewoon, je hebt het weggegeven of whatever. Een man hoeft niet te weten wat je verdient, dames. Echt niet. En een man die welvarend is, een echte alpha man, het interesseert hem niet wat jij verdient, want hij onderhoudt jou. Hij regelt dat voor jou, weet je? Elk probleem dat jij hebt op jouw pad, regelt hij voor jou. Oké? Okay? Dames, logica boven emoties. Super belangrijk. Altijd vanuit logica reageren. Altijd kijken van, oké, als ik nu deze stap maak, wat gaat dat 10 stappen verder voor mij betekenen, oké? Als je voelt dat je de controle en de emoties verliest, neem even afstand. Ga even wat anders doen. Pas als je gekalmeerd bent en je hebt een strategisch plan, dan pas reageer je. Altijd als jij die man hebt gevonden, heb jij een doel in je hoofd. Schrijf altijd op papier op voor jezelf. Wat is het wat je wilt hebben? Dat moet je al weten voordat je die man ontmoet. Want als je die man hebt ontmoet, dan weet je of hij past binnen jouw toekomstperspectief. Oké? Je moet dat goed weten, want alleen dan kan je jouw strategie, de doel wat je hebt voor je eigen leven en of voor je kinderen, waar je naartoe wil, dan kan je dat uitvoeren op deze man. Dus altijd, dames, niet vanuit je emotie reageren, want emoties maakt alles stuk. Denk goed na voordat je reageert. Kijk maar naar je eigen verleden. Als jij een keer ruzie had met vriendjes of vriendinnetjes. En je zag gewoon van dat jouw woorden die je toen hebt gebruikt uit woede. Dat het meer kapot heeft gemaakt dan je lief is. Dat zegt dan heel wat. Ja? Dames, bedankt voor het kijken. Like dit filmpje alsjeblieft. Wil je het delen? Laat een comment achter. Ik wil graag weten hoe jullie daarin staan. Deel dit filmpje met je vriendinnen. Ik wil dit graag een vrouwenkanaal laten. Natuurlijk zullen er wel mannen ooit komen. Maar voor nu kunnen we het gewoon lekker tussen ons dames bewaren. Oké? Okay? Blijf me volgen en ik zal meer posten over hoe je van Netflix en chill wereld naar een trofiewijf kan gaan, waarbij een welvarende man, ambitieuze man, jou wilt onderhouden en voor jou wilt zorgen en jou zijn vrouw wilt maken. Oké, dames? Fijne avond. Dag!